twitterend G20-topplaats over onder andere onderwijs en werkgelegenheid. Ja, en Nederland is uitgenodigd als gastland. Het is een hele eer. Tijdens de top in Italië spreken de 20 grootste economieën van de wereld dus over de arbeidsmarkt en onderwijs. Wij hebben op dit moment verbinding met twee ministers of demissionair ministers die daar aanwezig zijn. Minister Wouter Koolmees, van werkgelegenheid en sociale zaken en mevrouw Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst aan mevrouw van Engelshoven. Waarom is het zo belangrijk om het met al deze landen te hebben over het onderwijs? Nou, we hebben in de coronacrisis gezien dat jongeren daar heel veel onder geleden hebben. Dat we heel erg afhankelijk waren van digitaal onderwijs. En dat gaat niet overal goed. Dus we praten hier vandaag over hoe voorkomen we nou in de wereld een digitale tweedeling. Maar ook wat leren we van dat digitaal onderwijs. Wat kan er beter en hoe kunnen we dat ook samen beter doen? Ja, wat willen we eigenlijk anders zien op het gebied van onderwijs na deze crisis? Nee, we hebben vooral ook geleerd dat het heel belangrijk is dat kinderen en jongeren naar school kunnen blijven gaan. Maar we hebben ook kansen gezien als het gaat om digitaal onderwijs. En waar we het over hebben, of hoe organiseer je dat goed? Hoe voorkom je dat je afhankelijk wordt van grote techgiganten? En hoe voorkom je ook dat er groepen in de samenleving achterblijven die digitaal minder vaardig zijn? En dan naar minister Koolmees. Wat hoopt u dat deze top oplevert op het gebied van de toekomst van de arbeidsmarkt? We zien dat heel veel landen bijvoorbeeld te maken hebben met de ontwikkeling van de platformeconomie. Met allerlei nieuwe werkgelegenheid, met ook nieuwe vragen over arbeidscontracten. En worden werknemers wel voldoende beschermd? Dat gebeurt over de hele wereld. Dus heel interessant om daar met de G20 over te praten. Bijvoorbeeld. Nou, ik wens jullie heel veel plezier daarmee. En bedankt voor het telefoontje. Ja. Inderdaad, wat een leuk enig shot. Ja, sloeg ik nou op aan. Annemarie, wat vind jij dat daar vooral dan besproken moet worden? Ik denk dat jij daar meer over kunt zeggen. Nou ja, ik denk dat het belangrijke punt wat genoemd is natuurlijk de digitalisering. Het heeft voordelen om dingen op afstand te kunnen doen. Overigens ook voor het thuiswerken. Hè. Dat helpt enorm in de filebestrijding. Ja. Dus die digitalisering, daar de goede dingen van behouden. Maar ook zorgen dat kinderen elkaar ook wel weer kunnen ontmoeten. Want mensen zijn sociale wezens. En juist kinderen moeten ook sociaal vaardig worden. En dat doe je niet achter je schermpje. Dat, ze moeten met elkaar een beetje ravotten. En ja, gewoon sociale wezens kunnen zijn. Ja, en als je het dan hebt over waarom dat dan Europees handig is om met elkaar uit te wisselen, ik denk dan ook wel vaak, waarom regelen we het niet eerst allemaal gewoon supergoed in eigen land? Nou, dat proberen we natuurlijk ook. Maar het is ook wel belangrijk om goede afspraken te maken. Hoe wil je nou met een arbeidsmarkt in Europa gezamenlijk optrekken? Ja. En je kunt ook van elkaar leren soms. Hè? Je moet ook niet denken dat wij in Nederland altijd alles beter weten dan de rest, want dat is ook niet zo. Zijn miljarden nodig?